De huidige COVID-19-maatregelen zijn tot 12 maart van kracht. Dit laat het ministerie van Volksgezondheid optekenen door de communicatiedienst Suriname. Op deze datum zullen er nieuwe maatregelen worden bekendgemaakt. De dispensaties, verstrekt door het Hoofd Presidentiële Beveiliging, zijn na 15 maart nog steeds geldig. Personen die al een toestemmingsbrief hebben ontvangen, die is ondertekend door het hoofd van de presidentiële beveiliging, hoeven zich dus niet meer te registreren.